Sowieso ga ik dit vandaag opruimen. Goedemorgen, dit wordt een heel rommelig vlogje, maar ik ga nu naar IKEA. Want ik heb deze kussens van iemand die ik volg op Instagram overgenomen. De binnenkanten zijn te klein. Dus er moeten grotere kussens in. Dus ik ga ze even opmeten. Lekker frisse kussentjes halen en daarna ga ik ze in de was gooien. En ik keek even aan de binnenkant. Hier. Hier zit ook allemaal pluis en zo, dus ik ga ze lekker in de was smijten. Dan zijn ze helemaal fris en voor een nieuw leven bij ons thuis. Ik vind ze echt iconisch. En ik ben benieuwd hoe dit staat bij het geel, deze kleur. Ik denk heel warm. Maar goed, dat gaan we dus zien. 50. All black. Tweede kerstdag. Beste dingen. You can't go in as a parent, so. Dit is voor de schoenen. Oh ja. Yeah. I do like the idea of finding something for this, because that means we have less work. Ja. Yeah. Let's see. Mijn. Ja. Mijn melk. Mijn melkstilpannetje is. Oh ja, ik zie een hele mooie. Oh, maar dit is 60 bucks. How much? 60 euro's. 60? Ja, kijk. Waarom is dit zo mooi dan? Waarom is dit zo kostbaar? Is that the most expensive thing out here? Ja, we kunnen ook een goedkopere. Kijk, hier heb je ook gewone. Oh, this is also 60. Huh? Of krijg je die hele set dan? Is it a whole set maybe, babe? Yeah, maybe. Oh, het is een whole set. Maar ik wil gewoon één zo'n pannetje. Deze zijn namelijk allemaal 60 euro. What about down here where they're separately wrapped? Hier, deze. Are they thingy though? 20 bucks. Is it coated? Yeah. The one I was looking at was 30. Ja. Yeah. Ik vind die blauwe helemaal het einde hier. Lekker voor de havermout en voor... Jongens, we hebben de kussens meteen al gevonden. 50 bij 50. En we hebben een lunchtas voor Richie gevonden. En deze neem ik voor mijn zus mee. Kan je die kop kan je vervangen. Met dit. We zijn nu hier eventjes. Hey, wil je nog iets zeggen over alle comments die je hebt gekregen? Yeah, I did see a bunch. And you like all the compliments? Oh, I like the fact that everyone wants me to do the shop lot. You go to the IKEA shop lot? Oh, okay. It seemed like everyone thought I was breaking the makeup, just throwing things around, break it. Yeah, you just smash things on the desk. Yeah. We would never do that once you know how fragile it is. Such a bloke, eh? Yeah. It's bite me. Maakt niet uit. Ze waren nog heel. Je kan dus verder gaan in idee. Ja. Yeah. We hebben deze, hè? Ja. Nou, we gaan weer door. We hebben alles wat we nodig hebben. Dit ziet er ook heerlijk uit. Mooie bakjes. Mooie ja. Een hele succesvolle trip. Oh my god, we zien nu ook nog de man van de ad. Van de bitch, babe. Oh really? Ja, deze man. Ja, we zaten naast een auto. Wacht even, babe. Met allemaal babes erop. Van die sexy ladies. En nu kwam net de eigenaar van die bus. We hadden het daar heel erg over. Het was een heel leuke trip, hè? Kort, maar goed. Kort, maar perfect. Ja. En we hebben de kussens en we hebben nog een afwasborstel en ja, alles goed? Ja, lang op IKEA is gevaarlijk, ja? Ja, dan wordt het gevaarlijk, ja, te lang. Iemand gaat er etteren. Voor mij, met mijn hand en met mijn hoofd, maar voor iedereen, met kinderen. Danger, danger, danger. Ja, dus we gingen meteen naar dat deel waar je alles zelf pakt, niet naar de showrooms. En meteen door. Waarom are you on the left side of the road, babe? It's very dangerous. Yeah, I have no
Wij zien jullie als ik ga straks die kussenhoesjes lekker even wassen. Niet te hard, want ik wil niet dat het velour kapot gaat. Binnenste buiten had ik al bedacht. Oh, I fully met you on the wrong side of the road. Yeah, that's why I'm like, how long and how relaxed will you be doing this? Someone thought they were back in Australia. Ja. Yeah. Ik hou jullie op de hoogte over het proces. Ik heb helemaal zin in. Oké, het wordt geen opruimvideo, maar dit is voor. Ik ga hier nu opvouwen. Hier staat altijd een tas met spullen voor de closet sale. Daar ga ik nog meer dingen bij doen. Of een nieuwe tas pakken. En dan zien jullie straks de nabeelden. Het wordt dus geen opruimvideo, want dat kost tijd. En ik heb nu echt op mijn laatste krachten ga ik dit lekker doen. Een kopje koffie erbij en gewoon gedachten op nul. Lekker vouwen. Heel veel vouwen. En dan kan alles weer terug waar het hoort. Trouwens, insane. Hoeveel van jullie... Ik had dit gepost op Instagram, de foto's hiervan althans. En ik had gewoon gestuurd help, zo van, oh god, ik moet echt aan de slag. Maar toen kwamen er echt mensen die wilden helpen. Ten eerste super lief en wie wil dat nou? Dat is toch raar? En er zijn mensen echt goed in. Of krijgen daar echt, krijgen daar verhalen, daar voldoening uit. Kijk, ik wil eigenlijk dus die korte broeken ook gewoon naar boven. Ja, dat gaat wel nu ook gebeuren. Dus ik ga de trap pakken. Ja, mensen herkennen deze trui wel. Ik ga toch een opruimvideo doen. Nee, ik organiseer regelmatig closet sales. En als die er is en waar en hoe laat en alles, dan laat ik dat op tijd weten. Want het is hartstikke leuk dat ik daar dan ben en jullie ook kunnen komen en dan alles kunnen shoppen tenminste. Tot nu toe was het elke keer een groot succes. Maar ik spaar dan eerst lekker wat op en dan hangt een hele winkel vol. Maar dit gaat in ieder geval naar de closet. Zo. Ik heb het helemaal niet gezien. Hierboven liggen nu de korte broeken. Dit wordt categorie broeken. Dus trackpants, denim, flimsy pants, ja, van alles. En hier fancy tops, noem ik het. Maar het zijn dus eigenlijk alle niet katoenen t-shirts. Dus de speciale tops. Oeh, mijn god. De vloer is leeg. Dit zijn nu alle broeken. Tassen, korte broeken, mutsen en hoeden. Hier de mutsen. Hier boven t-shirts. Hier sweaters. Hier heb ik zelfs nog ruimte. Hanggedeelte heb ik nog niet uitgezocht. Dat ga ik dus op een ander moment doen. Maar het is in ieder geval nu weer gewoon begaanbaar geworden. Deze bult is ook weg. Wat is dit nou? Oh, kussen. Wacht even hoor. Ik ga hem opeens doorslaan. Kijk, dit is ook nu helemaal leeg. Lekker. Hier kunnen weer gasten logeren. Dus binnenste buiten doen om die haartjes van die velvet niet te veel te beschadigen. En er zitten donzer kussentjes in. Op zich is dat wel altijd heel mooi. Maar te klein dat dit allemaal zo los komt. Ongelooflijk. Al die pluisjes. But I've had enough. It's time to say goodbye. Dit is wel leuk. Dit vind ik dan wel weer leuk. De meten met posten. Dan ga ik deze alvast even uit laten proeven.
tenminste alvast een beetje volume krijgen. Walking home with a smile. Smoky moon. Like a shiver, all the shadows fade away. Daar gaan we. Oh, hoe ziet het eruit? Gaat het hier wel goed? Ja? Ik denk dat ze wel lekker schoon zijn. Gaan ze nu in de droger. Ik denk namelijk dat het goed is voor de haartjes als ze niet gewoon opgehangen worden. Maar dat ze lekker zo'n beetje rondgedraaid worden. Ik ben weer een beetje bij hoor. Ja, kasten is toch lekker als dat weer opgeruimd is. Opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. We zijn net ook tegen Richie. We hebben dus nu 4 dagen vrij gehad en het is wel echt vrij. Echt dat je in een rustigere stand weer eventjes komt. Op een gegeven moment het huis gaat opruimen, luieren. We hebben lekker gekookt net. Dat komt er dan ook weer allemaal zodat de tijd en ruimte is om andere dingen te doen. We hebben net even gewandeld. Prachtig buiten. Het is fijn dat kerst gewoon niet in het weekend viel. Volgens mij vorig jaar wel. We voelen nu echt als vrij. En wij gaan wel gewoon morgen aan het werk. We hebben geen vrij tussen kerst en oud en nieuw. Maar... En hoe was jullie kerst? Misschien zien jullie dit tegen tijd dat het al oud en nieuw is. Ja, dat vrees ik. Ja. Is het dan nieuwjaar geweest? Nou jongens, gelukkig nieuwjaar vanuit het Washok. Dankjewel voor het kijken afgelopen jaar. Ik hoop dat jullie blijven kijken komend jaar. We zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb een paar leuke goede voornemens, zoals nog meer kleding dragen die ik mooi vind. Ik heb een paar leuke zakelijke plannetjes bedacht waar ik mee aan de slag wil. Dus ik heb gewoon weer helemaal zin in. Weer helemaal weer zin in, ja. Gewoon weer tegenaan. Nieuwe kansen, nieuwe ronde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb nog wel wat klusjes in huis. Dat schilderij wil ik ophangen. De lamp over de eettafel. Hier willen we een jassen. Kapstok. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Nou. Hasta la pasta. We zijn uit de droger. Ik ga ze in de hoesjes doen. Ze ruiken heerlijk. So special about these cushions, Pat? Now, together they form the word love, and I like graphical things, and we don't really have that here, so, and I think this is really nice together. Yeah, it's a good change. Yeah, and the black has some body, and they're from Anna and Nina, and I think they're just, yeah, cool. Yeah, cool. Oh, Stockholm love. Sometimes I picture how life had been in Paris or New York or Shanghai. But you know what they say, east or west, our home is. They have something to them, yeah? Yeah. These sounds like, yeah, I know them from years ago. Kijk, dit is dus met Joke. 5 jaar geleden heb ik deze kussens voor het eerst gezien. Ja, niet wie. Ik had laatst de receptionist niet ervan. Die zei: twee. Werkt ze er nog? Deze kussens wil ik trouwens, hè? Samen staat haar lach. Oh, wat leuk. Zo mooi, maar die zijn niet te betalen, jongen. Die had ik een keer gezien bij Anna en Nina. Ik dacht, ik maak zelf wel, maar dat doe je natuurlijk niet. Volgens mij is het heel grappig voor jullie als jullie me destijds nog niet volgden om een keer van die oude vlogs te checken, want... Ik verzeil er af en toe zelf omdat ik iets opzoek. En dan denk ik echt, wat is dit allemaal? Zo anders, maar ook weer niet. Dus, nou, doei. But I just like how much character they have without being a pattern. Nou,
klaar voor de onthulling? Tadaa! Ja, het heeft gewoon iets heel stevigs, heel duidelijk en iets heel grafisch. En ik vind die kleuren bij elkaar eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, kan ook wel een beetje zo natuurlijk. Prachtig, ze hebben een nieuw leven. Ze krijgen een nieuw leven hier. Perfect. Ja. Ga ik deze naar de logeerkamer doen. Nog eventjes meenemen naar binnen. Voor hetzelfde geld zijn die hartstikke mooi bij die oranje die ik nu heb. Maar dit is al heel uitnodigend. Yes. Die rol daarachter is ook in dezelfde stof, maar dan omgekeerd. Dus deze horen hier ook echt. Lekker ook bij dat grijs van het headboard. Kijken hoe deze hier bij staan. Heel aards opeens, hè. Dan hier natuurlijk ook iets. Dit vind ik al heel mooi. Ja, vind ik ook wel mooi. Nou, jullie zien het vanzelf. Doei. Oh, Stockholm love.